En nu heb ik echt volgens mij koude koorts. Jezus. Ik ril. Ik heb een badjas aan, een sweater aan, een spreider overeinde. Ja, ik ben nu even in het ziekenhuis. Ik heb allemaal bloedafname gehad. Terug bij de dokter geweest. Ik werd vanmorgen zo ongelooflijk ziek. Ontzettend last van die longontsteking. Nu denk ik dat ik een ribje gescheurd heb of gekneusd. Nou, ik wil niet zeggen dat ik bang ben, maar een beetje akelig. Ja, wie ziek is, moet verwend worden. Ja, jongens, we zijn een week later. En dan lig ik weer in het ziekenhuis. Maar ik hoop niet dat ik een longembolie heb. Nou, het is 3:30. Ik heb net 112 gebeld. Het is de derde keer deze week bij de spoedeisende hulp. Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing naar het volle bord. Wat kan je alles schelen? Zing maar nog zoveel. Ja, jongens, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb een zware longontsteking, ik heb ook nog griep gehad. Ik ben al 10 dagen in de weer. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ik weet dat er veel 100.000 ergere dingen op de wereld zijn. Alleen het is zo ongelooflijk pijnlijk. Ik heb zoveel pijn dat ik echt al, ja, dik een week ongelooflijk beroerd ben. En voor de rest is het natuurlijk niet het meest vrolijke vlog. Maar ik vind altijd alle leuke dingen film je. Je moet ook filmen als het een keer niet zo heel erg leuk is. En dat is dit eigenlijk gewoon niet. Nou, 2 dagen geleden werd ik beroerd. Gisteren ging het alweer. En nu heb ik echt volgens mij koude koorts. Jezus. Ik ril. Ik heb een badjas aan, een sweater aan, een spreider overeinde. En ik heb het nog sterven koud. Jezus, dat kan een mens toch ziek zijn. Het is de derde dag. Ik moet hier vanaf. Ik kan hier niet tegen. Vreselijk. Ja, ik ben nu even in het ziekenhuis. Ik heb allemaal bloedafname gehad. Terug bij de dokter geweest. Ik werd vanmorgen zo ongelooflijk ziek. Zweten en koorts. Ik had 40,4, dat is best heel hoog. Het is nu nog afgezakt, maar ik ben echt heel erg beroerd. En ik denk zomaar dat ik longontsteking heb. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar dat is wat ik denk. Omdat ik iedere keer als hoest mijn hele ribbenkast aan het zien als ik ademhaal. En hoe kom je eraan? Geen idee. Maar alles wordt getest, mijn longfoto, bloeddruk, bloed afgenomen. En dan hoor ik zo wel wat er gaat gebeuren. Of dat ik naar huis kan, dat ik hier ontblijf. Dat is ook nog een optie, hebben ze gezegd. Nou ja. Nou, ik heb 4 dagen op bed gelegen, zware griep. En vorige week vrijdag ben ik naar het ziekenhuis geweest, want het ging helemaal niet goed. Ik had echt gewoon heel kort adem, want het blijkt ook nog dat ik een longontsteking had. Dus dat was alles even bij elkaar. Dus en die nieuwe influence, griep zeg maar. Want ik wil goed uitzieken en gewoon weer beslagen ter ijs komen. Maar ik wist niet dat je zo ziek kon zijn. En ik ben er best wel een beetje van geschrokken eigenlijk. Maar geen koorts meer gelukkig, want het was best heel hoog. 40,4. En echt beroerd geweest. Maar ik knap best wel snel op, moet ik zeggen. En daar ben ik heel blij om. Het is de 6e dag dat ik nu thuis ben. Gisteren ging het eigenlijk hartstikke goed. En nu ben ik weer beroerd. Verkouden, hoesten, pijn in mijn rug, last van mijn long, verhoging. Ik snap er niks van. Ik heb het nog nooit gehad. Ik denk, met een kuurtje knap ik op en kan ik alweer tegen. Maar dat valt goed tegen. Ik heb toch nog ontzettend last van die longontsteking. Nu denk ik dat ik een ribje gescheurd heb of gekneusd. Want als ik nu hoest, dan weet ik niet meer wat ik voel. Maar dat is dat ik dood ga. Dus ik ga nu eerst bloed prikken en dan ga ik morgen naar de dokter toe. En dan hoop ik dat het iets beter gaat, maar ik voel me nog allerbelabberdst. Ik wist niet dat je zo ziek kon zijn van een longontsteking. Ik word er niet goed van. Nou, we gaan eens voor de verandering mijn bloed afnemen. Ja. Vorig jaar had ik jou ook toch, of niet? Ja. Je mag je hand. Zo, even de vuist maken. Ja, precies. Dat gaat snel, hè? Je mag je hand ontspannen, hoor. Oké. Okay. Altijd fijn, dit soort dingen, als het goed werkt. Ja, dat is toch fijn? Ja. Ik vind het toch altijd een beetje. Nou, ik wil niet zeggen dat ik bang ben, maar een beetje akelig. Ja, maar wie niet? Ja, iedereen vindt het akelig. Ja, tuurlijk. Kijk eens hoe snel je dat doet ook. Kijk, Gerard. Ja? Wie ziek is, moet verwend worden. Jeetje. Wil je een vorkje erbij? Gaat dat zo? Nou, dankjewel. Wil je nog wat erbij? Ah, ja, dat is wel te gek. Sinaasappel, appeltje en een mandarijntje. Wat wil je nou nog meer? Ja. Dankjewel. Die vrouw zei toch wat tegen je dat je echt ziek was? Ze had een longontsteking. Ze zegt, je bent nog wel een week of 10 dagen on the road. Ja. Je goed voelt ze, dat is gewoon echt, het staat er gewoon voor. Ja. Het heeft niks met leeftijd te maken, jong of oud, dat is gewoon een impact. Ja. Daar ben ik lekker mee. Duurt lang, hè? Nou,
weet je waar, ik merk dat ik gewoon niet goed ben. Ik eet het omdat het gezond is. Mm-hmm. Nou, je weet hoe ik kan eten. Ja. Vreten. Ja. Maar ik heb nergens trek in. Nee. En ook al 4 kilo afgevallen. Ja, nou ja, op die manier hoeft het van mij natuurlijk niet. Nee. Nou, vannacht weer alle beroerd geslapen. Ook vanwege mijn linker long. Gewoon pijnlijk. En wat ik al zei van de week. Ik denk dat er een dingetje gescheurd is bij mijn ribben. Want elke adem die ik haal of hoest, dan sterf ik het af. Nou ja, het mooie weer is dan dat we hier in een prachtige witte wereld terechtkomen. Ik zit te kijken op de serre. Hoe het gesneeuwd heeft. Nou, bij de volgende sneeuwbui hoop ik dat we wat prettiger voelen. Ik ga straks weer naar de dokter. En waarschijnlijk weer foto's maken in het ziekenhuis. Ja jongens, we zijn een week later. En er ligt weer in het ziekenhuis. Weer bloedafname. Scan krijg ik, longfoto's. Ik ben gewoon dood en dood en doodziek. Ik wil niet de zielige artiest uithangen, want ik bedoel, er zijn 10.000 ergere dingen in de wereld. Maar ik voel mezelf verschrikkelijk beroerd. En anders vraagt zich af, waarom film je dat of laat je dat filmen? Nou, omdat ik altijd alle leuke dingen laat filmen. Als het een beetje minder goed gaat, hoort dat er ook bij. En ik wacht nu op bloeduitslagen. Ik hoop niet dat ze me hier houden, want dat zou ik niet zo leuk vinden. Ziet hij goed zo? Maar we hebben iets hoger de platen. Niet hoger. Yes. Geen camping, hè? Nee, helemaal niets. Nou, we zijn nog steeds in het Amsterdam ziekenhuis. Pas je om 11:15. Het is nu 16:45. Dus ik lig al 16:55. Alles gedaan, urineonderzoek, slijmonderzoek, zuurstofonderzoek, longonderzoek, hartonderzoek, longfoto, scan en nu wacht ik op wat uitslagen. Maar ik hoop niet dat ik een longembolie heb en ik hoop dat het, dat is ook heel erg, longontsteking, die had ik al. Maar dat gaat nog niet over met de medicatie die ik nu heb, dus ik hoop dat ik sterke medicatie krijg. Want ik ben bang dat als ik een longembolie heb, dat ik hier nog moet blijven. Dat is nou het laatste eigenlijk wat ik wil, in het ziekenhuis liggen. Maar goed, de mensen zijn allemaal ontzettend lief en aardig. Maar ja, daar heb je zo weinig aan als je gewoon hier de hele dag ligt. Ga even hier zitten. Ja. Hier. Ja. Nou, dan zou je het hebben hoor. Hallo, goedemiddag. Ik ga hem even dicht doen. Ja, dat is goed hoor. Wat gaan we doen? Wat doen we? Ja. Ja, mooi zo. Nou, godzijdank. Geen longembolie. Het is wel een fikse longontsteking. Ik krijg nieuwe antibiotica en dan hoop ik het snel opknappen, lieve mensen. Alleen mijn infuus moet er nog uit, daar wacht ik even op. En hoop ik dat ik snel opknap. Nou, we komen net nu uit het ziekenhuis vandaan. En gelukkig geen longembolie, wat ik net al zei. En wel een zware longontsteking. Daar ben ik ook zo beroerd van en ik heb vorige week medicatie gekregen, ja, puur gericht op de long. En nu krijg ik een nieuwe antibiotica die gewoon veel breder is en de boel weg moet halen. Dan mag ik hopen, want echt langer is deze pijn ook niet zoveel vol. Maar goed, jongens, dit was hem wel weer. Ja, ik zit even bij John en Brie. Ik ga een duifje stampot eten, toch Brie? Ja, zeker. Ik lekker voor jou maken. Ben je er een goede buur en zijn verre vriend, zeg ik altijd maar. En dan hopen we dat we eens een beetje opknappen. Wordt al tijd na een week, dacht ik zo. Nou, het is 3:30. Ik heb net 112 gebeld. Ik voelde me zo belabberd. Ik heb vanmiddag dan een nieuwe kuur gehad. Ben helemaal onderzocht in het ziekenhuis. En ik heb het net ook tegen de arts weer uitgelegd. En dus ik moet buiten mijn paracetamol en buiten mijn antibiotica kuur ook nog ibuprofen innemen. En hij zegt, dan moet het lukken en zoek een houding. Want voor de rest kunnen wij daar ook hier heel weinig aan doen. Maar ik weet niet hoe ik liggen moet. Ik ben al de hele nacht op en ik sterf het af. Dus ik, dat zeg ik, 112 gebeld. Maar ja, dan heb je een gesprek met die mensen. En er zijn natuurlijk veel ernstige gevallen, maar ik heb het niet prettig om u eventjes te laten weten. Nou, we gaan kijken hoe we er de nacht doorkomen. Ik heb deze week bij de spoedeisende hulp zoveel pijn gehad vannacht. Want ik moet helaas hier weer heen. Nu hebben ze weer een hartfilmpje gemaakt.
weer zuurstof opgemerkt. Nu wacht ik op de arts, want ja, ik kan zo niet slapen of liggen, want dan sterf ik het af. Ja, goed zo. Nou, dat is dus de bedoeling, dat je dat eigenlijk een paar keer per dag merk je dat je heel diep gaat inademen, ja. Hoor. Dus dit is eigenlijk de bedoeling dat je het een keer of vijf op een dag of zo doet. Dat ga ik zeker doen. Dus ik heb net een morfineprikje gekregen tegen de vreselijke pijn en ik heb wat extra medicatie gekregen, ook tegen de pijn. Dus ik hoop dat ik vandaag de nacht doorkom en dat die pijn echt iets minder wordt, want het is echt ondraaglijk. Maar het schijnt toch het longvocht te zijn wat tegen het longvlies aandeukt, beukt en wat zo vreselijk zeer doet met ademhalen en met hoesten en alles. Dus ik heb wat oefeningen meegekregen met een speciaal apparaatje en dan hoop ik dat het eindelijk iets wat minder wordt, want ik letterlijk even heel erg geen kracht meer voor. Mocht je er geïnteresseerd zijn, je kunt me volgen op TikTok, Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter en natuurlijk mijn eigen YouTube kanaal. En je kan altijd lid worden, het kost je niets en ik zou het hartstikke leuk vinden. Nou, ik wens iedereen het beste. In ieder geval heel veel gezondheid. Ik hoop dat ik opknap deze week, want ja, het is nu even zwaar kut om het zo maar te zeggen. Een fijne week en een dikke knuffel van Geert. Doei!